In Historisch Museum Heilo is tot de kerst de tentoonstelling Heilo Indië en Indonesië Heilo te zien. We zijn hier in het Historisch Museum. Ik ben Jasta de Graaf Gieltjes. En we zijn hier bij de nieuwe tentoonstelling over Indië, de relatie van Heilo, Indië en Indonesië. Ik zal enkele hoogtepunten laten zien in deze tentoonstelling. We hebben er heel hard aan gewerkt en ik hoop dat heel veel mensen er heel veel genoegen aan zullen beleven. Er zijn foto's, films, documenten en natuurlijk heel veel persoonlijke verhalen. En ja, ik zal beginnen bij de tijd van de VOC, want zoals het bij niet iedereen bekend is, ten tijde van de VOC waren er al Heiloers die daarmee naartoe gingen naar de Oost. En nou ja, de VOC is 1602 en kort daarna zijn er Heiloers naar meegegaan. In een van de laatste kronieken heeft er een heel groot artikel over deze mensen gestaan, ook met hun persoonlijke verhalen. Nou, daar hebben we hier een klein hoekje van gemaakt. Kijk, men ging hoofdzakelijk voor de nootmuskaat. En nou ja, we hebben hier ook nog nootmuskaatjes neergelegd. Zo. Ze ruiken zo heerlijk, ja. Na de VOC, nou ik zal iets anders laten zien. In WO2 was er in Heilo de parochie, de katholieke parochie. En die heeft om de 14 dagen brieven gestuurd naar onze jongens in Heilo. De brieven die heen gingen, die zijn bewaard gebleven. De brieven die teruggestuurd zijn, ja helaas, die zijn verloren gegaan. Maar iemand in Limmen, Ad Hoek, die heeft het verhaal opgeschreven van Gerard Haker. En Gerard Haker is ook in Indonesië geweest destijds. En die heeft ons foto's gegeven. Kijk, hier kun je zien de foto's. En Gerard Haker die kwam aan in Tanjung Priok. En daar is niet de specifieke foto, een algemene foto. Maar Gerard die staat op verschillende foto's. En het levensverhaal kunnen we hier lezen. Tenminste zijn tijd in Indië. Die kunnen we hier lezen. De vitrine van Jan van Tiel. Jan die heeft heel veel materiaal aangeleverd voor deze tentoonstelling. Jan is hier, hij trouwde met een Indische vrouw. En dit is zijn bruidsportret en het aardige is, Jan leverde ook twee beelden aan en die stellen ook een bruidspaar voor. Jan heeft ons een mooi kastje geleverd, nou een hele vitrine vol. En het verhaal van Julia, dat is aan deze kant te zien. Ik wilde ook graag wat aandacht voor Nieuw-Guinea. En daar heb ik gelukkig ook iemand voor gevonden uit Heilo. Dat is Jan Kaandorp. En die heeft mij verteld over zijn tijd in Nieuw-Guinea. Hij ging ook met het schip heen. En had waarschijnlijk ook zo'n grote kist. Deze kist is toevallig van mijn vader. En als hij weer terugkwam van zee en dan was het natuurlijk heel spannend of daar cadeautjes in zaten, ja of nee. Hier is nog een hoekje. Een schilderij met de berg Kedje. En het schilderij is van Maries van Lente, de huidige bewoonster van Betsyshof. Haar grootouders hadden heel graag daar een huisje willen hebben. Maar dat is er nooit van gekomen door omstandigheden. Opa was goud- en zilversmid en die heeft uiteindelijk in opdracht een zilver model gemaakt van een schip, de Plancius. De Plancius was in familiebezit steeds gebleven, maar uiteindelijk is dat overgedragen aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ik heb geprobeerd om het zilveren schip hier in ons museum te mogen plaatsen. Maar daar waren zoveel voorwaarden. Ze zijn in het Scheepvaartmuseum zo zuinig op hun spullen. Dat was ondanks het feit dat we heel goed verzekerd zijn hier in het museum, was dat een droom die nog niet doorgaat. Maar op de foto is het goed te zien. Het schip staat dus in het Scheepvaartmuseum en bij ons hier op de foto. Hier staan voor de tijdlijn die gemaakt is over Indië, Indonesië, denk ik dat we alleen nog te melden hebben
dat de tentoonstelling open blijft tot zeker tot de kerst. En de openingstijden van het museum zijn dinsdagavonds van 7 tot 9 en zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur. De toegang is gratis en nou, de koffie staat klaar en we kijken uit naar uw verhalen, want op de kleine tafel midden in de gezellige Indische hoek liggen heel veel fotoboeken die door iedereen, maar wel heel voorzichtig, ingekeuken mogen worden.